Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met een heel mooi, ja, industrieel frame. Een frame waar je alle kanten mee op kan, zoals je kan zien. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, komt gewoon naar je toe. En daarnaast kan je de gewenste datum aangeven, mocht je hem later willen ontvangen. De pakketten gaan op het moment wel heel erg hard, dus weer snel bij op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen! Allereerst een leuk nieuwtje, want vanaf de eerste week van december komen er 3 video's in de week online. Een extra video, zolang het lukt. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar ja, ik heb zoveel leuke ideeën en zoveel leuke inspiratie. Dat ik gewoon zin heb om meer video's met jullie te delen in deze leuke tijd. Dus vind je dat leuk, doe dan even een duimpje omhoog of laat hieronder weten wat je ervan vindt. Ik ben benieuwd. En ben je nog niet geabonneerd, druk eventjes op die abonneerknop. Dan mis je niks, want er komt heel veel leuks aan. En dat kost natuurlijk helemaal niks. Goed, genoeg verteld. We gaan gauw beginnen. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met een mooi frame. Ik heb hier een industrieel frame die je kan buigen. Dus je kan echt alle kanten mee op. Dus of je het nou op een klein rond tafeltje zet, een langwerpige dressoir, gewoon midden op tafel. Je kan zelf kiezen hoe je dit wil opmaken. En dat is het leuke eraan. Ik gebruik daarvoor ook een mooie metalen schaal. Heel leuk, dat is echt het industriële stijltje. In die stijl gaan we opmaken. En lang houdbaar. Dus heel erg leuk. Blijft het tot aan de kerst goed. En ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals ik al vertelde. Kan je deze opmaken zoals je zelf wil. Wil je hem nou langwerpig opmaken. Zet je het frame er langwerpig op. Zoals je kan zien. Je kan er kazen in doen. Dat is leuk voor advent. Wil je hem nou wat kleiner opmaken. Zet je hem er zo op. Je kan hem er ook zelfs omheen zetten. Is ook heel mooi. Want het schaaltje is van zichzelf ook echt prachtig. Heel erg leuk. Ik gebruik even een waterschaaltje onder het rondje, zodat de schaal mooi, ja, droog blijft. En je kan er zelf kiezen hoe je hem wil opmaken. Je kan er zelfs voor kiezen om iets onder te schuiven. Dat geeft ook een heel leuk effect. Dus ja, kies daarin je eigen keuze. Ik ga hem wat smaller opmaken, zodat hij op elk tafeltje past. Allereerst gebruik ik dan eventjes het schaaltje in combinatie met wat kerstgroen. Ik maak wat kerstgroen schoon aan de onderkant. En ik steek hem mooi compact op, zodat je nog wel wat van het schaaltje ziet. Dus mooie kleine stukjes. Maar het leuke is als je dit bijvoorbeeld met vriendinnen gaat maken of met een groepje gaat maken. Dat je zo eigenlijk allemaal met een heel ander stuk naar huis kan gaan. Omdat iedereen zelf kan bepalen hoe je dit opmaakt. Ik steek het groen er rondomheen. En ik gebruik hiervoor ook nog ander kerstgroen van Conivea. Dus verschillende kleurtjes. Dit mag je er kort rondomheen steken. Nou, zoals je kan zien heb ik dat gedaan en dan geef ik het frame een plek in het stukje. Je kan even het kerstschoen er een beetje omheen doen. Zo. Kijk, als je nou langwerpig wil, kan het ook gewoon heel goed. Ook echt heel leuk. Je kan het ook gewoon, ja, elke keer ergens anders, als je het ergens anders neer wil neerzetten, ook weer anders neerzetten. Omdat je deze eigenlijk er los in verwerkt. Dan bevestigen we aan de bovenkant een beetje mos. En het voordeel is dat je hier straks gewoon doorheen kan blijven steken. Ik zet het even vast met een krammetje. Het kan op zich geen kant op. En dan heb ik deze leuke boompjes. In verschillende maten. Een grote en een kleine. En hoe schattig lijkt dit al, jongen. Dit is toch echt leuk. Geweldig. Ik zie dat dit iets scheef staat. Maar je kan het gewoon buigen. En dan doe ik nog een klein beetje kerstgroen ook in de hoogte.
Niet veel, maar een heel klein beetje, heel compact, kort ertussen. Ik maak eigenlijk een beetje een mini-tuintje. En dan vullen we hem op met leuke decoratie die je zelf eigenlijk een plekje kan geven in het stuk. Ik heb ook wat decoratie in het zwart. Ik gebruik vooral wat natuurlijke materialen en wat wit zwarte materialen. Ik heb deze leuke sneeuwballetjes. Hier kan je gewoon even een satéprikker onderin doen, dus dat is heel handig. Ik vind het echt heel erg leuk. En je kan natuurlijk gewoon je eigen kleur erin toevoegen. Voeg hier een ander leuke ster. Ik heb ook nog een beetje hout. Die lijm ik ertussen. Heb je geen lijmpistool, kan je ze er eventueel ook los tussen doen. Dan heb ik nog leuke geverfde Craspedia. Die doe ik ook wat meer in de hoogte. Ik heb natuurlijk die ster ook in de hoogte. En zo maak je echt ja, een beetje een stil leven. Gewoon echt leuke kerstdecoratie op deze manier. En pas het in elk interieur. Kijk hoe schattig. Ja, die kan er gewoon kaarsje in doen. Dan kan je natuurlijk elke kleur kiezen die je zelf leuk vindt. Ja, echt heel erg tof. Ik vind het leuk om ook nog een ster iets korter erin te doen. Dan loopt het mooi over. Ja, en dan kan je natuurlijk elk soort kaars toevoegen. Deze staan er wel echt heel erg leuk bij met dat zwart-witte. Deze allebei trouwens. Maar ik kan me voorstellen dat je deze ook misschien wat groot vindt. Dan kan je natuurlijk gewoon weer voor die kortere kiezen. In de webshop staan deze los erin. Mochten ze nog voorraden zijn, want ze gaan wel heel hard nu met advent natuurlijk. Ja, echt heel erg tof. Je kan natuurlijk elke kleur toevoegen die je zelf leuk vindt. Ja, en dan hebben we echt een heel mooi adventstuk. Super tof. Ja, en dan hebben we weer echt een heel mooi kerst- of adventstuk. Hoe je het ja, zelf ook ziet. Ja, gemaakt dat in elk interieur past. Echt super tof. Ik hou van dat stoere, van het industriële. Maar je kan hem natuurlijk zo maken zoals het helemaal ja, bij jou zelf past. Je kan ook elke kleur toevoegen die je zelf leuk vindt. Je hebt een bepaalde kleur in huis. Kan je natuurlijk een paar kerstballetjes, kan je deze, ja, dit bloemstuk al naar jouw smaak en kleur maken. Hè? Omdat die basis gewoon heel mooi neutraal en leuk is. Wil je dit pakket nu bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakket in. We verzenden dus door heel Nederland, België en Duitsland. En wees snel bij, want op is op. Ik vind het echt weer een toppetje. Ik vind het heel erg leuk. En ja, pas het op elke tafel. Omdat je hem natuurlijk zo kan maken zoals je hem zelf ja, tof vindt. Een bloemstuk waar je alle kanten mee op kan. Goed. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Laat hieronder even weten wat je ervan vond. En ja, dan zien we bij de volgende keer weer. Doeg!